Schoonmakers op de vliegbasis in Leeuwarden hebben te maken met een te hoge werkdruk. Vakbond CNV kreeg in de afgelopen maanden klacht op klacht binnen van werknemers die zeggen dat het 5 voor 12 is. Daarom doet CNV een dringend beroep op verantwoordelijk schoonmaakbedrijf GOM om te anticiperen op de klachten. Ja, de klachten zijn eigenlijk heel simpel. Wij moeten te veel werk doen in veel te korte tijd. Er zijn medewerkers die werken al 20 jaar op de vliegbasis. Die hebben het terugzien lopen van 35 schoonmakers vroeger. Nu naar 9, daar zitten nu nog 16, maar GOM wil naar 9. Zeggen dan kunnen we ons werk nooit op een fatsoenlijke manier doen. Ook schoonmakers willen gewoon hun werk op een nette manier doen. Dat past bij ze. Als je daar de tijd niet van krijgt voor je werkgever, dan geeft dat een continu ontevreden gevoel. En je hebt continu loop je met het gevoel dat je niet een fatsoenlijke dienst kan laten voor de mensen waar je wel voor werkt. Maar bij die ene klacht over werkdruk blijft het niet, want naar de medewerkers wordt binnen schoonmaakbedrijf GOM niet geluisterd. De tweede klacht is natuurlijk van ja, wij geven dat wel aan, maar je doet er niks mee. Dus zelfs op onze ledenvergadering waren mensen in tranen van wij vertellen continu aan onze leidinggevende waar het spaak loopt. Wij kunnen dat ook laten zien, maar we hebben het gevoel dat we tegen een muur praten. Dat ze zeggen van ja, maar we hebben met Defensie afgesproken dat het voor die prijs moet. Dus met klachten wordt niks gedaan, dat zijn mensen zat. Naast schoonmaakbedrijf GOM vindt CNV dat ook Defensie haar verantwoordelijkheid moet nemen. Gebeurt er bij beide partijen niets, dan kleven daar grote consequenties aan. Uiteindelijk wel. Wij hebben met onze leden afgesproken dat we nu eerst GOM per brief benaderen. Dan krijgen ze een reactietermijn op. Op dat moment dat er onze eisen niet worden ingewilligd, gaan we met de mensen in gesprek. Dan zal er gestemd worden over acties en daar worden stakingen natuurlijk niet bij uitgesloten. Dat zal dan gevolgen hebben voor de vliegbasis Leeuwarden? Uiteindelijk wel. Schoonmaken. Het nadeel van schoonmaken is het valt pas op als je het niet doet. Maar als je een paar dagen je wc niet schoongemaakt is, merk je dat zeker. Om die consequenties kracht bij te zetten, heeft CNV een ultimatum gesteld. Nou, gereageerd hebben ze wel, maar vanochtend belde de personeelsfunctionaris en die kon geen toezeggingen doen. Dan heb ik gezegd, ja, daar hebben we niks aan. We hebben met onze leden afgesproken dat GOM tot 30 maart de tijd heeft. Op het moment dat er dan geen resultaat is waar we mee kunnen leven, ja, dan gaan we voor verdere acties. In het voormalige pand van de Rijksoverheid aan de Tesselschadestraat wil projectontwikkelaar Bakkers Hommen 83 smart appartementen bouwen en verhuren. De appartementen zijn bedoeld als eenpersoons starterswoning. De bouw start eind juni en moet dit najaar worden afgerond. Van der Vecht, de nieuwe technisch directeur van Cambuur. Als speler actief geweest bij onder andere FC Zwolle, Willem II en het Italiaanse Udinese. En als technisch directeur bij Willem II en RKC en nu dus Cambuur. Ja, en als directeur ook nog bij PEC trouwens. Maar nu bij een prachtige club waar ik heel veel zin aan heb en waar ik ook trots op ben om hier te mogen werken. Hoe komt u zo bij deze club terecht? Ik kreeg de vraag of ik beschikbaar was om eens een keer te gaan praten over deze functie. En dat was ik. En na enkele gesprekken waren er wel uit dat het een mooie stap was voor beide partijen. Dus het gevoel was van beide kanten goed? Ja, vanaf de eerste gesprekken was dat gevoel goed. En uiteraard kende ik de club al vanuit mijn voetbaltijd, maar ook vanuit die andere functies. Ik kende de mannen die op dit moment binnen de organisatie aan het werk zijn. Dus ja, dat voelde gelijk wel vertrouwd. En wat wist u al van deze club? Nou ja, dat het een volksclub is, hè, die midden in de samenleving zit, die het fantastisch doet op dit moment. Die er gelukkig stabiel bij staat. Financieel is er rust. Qua organisatie is er rust. Dus dat zijn altijd heel goede uitgangspunten. En ja, het voetbal is mooi om naar te kijken. Er zit passie in, er zit vermogen in, er zit technisch vermogen in. Dus ja, wat dat betreft staat het er prima voor. Maakt dat ook een uitdaging voor u? Want het is natuurlijk een goedlopend beleid. Wat kunt u daarin betekenen? Ja, ik denk dat de uitdaging erin zit om stapje voor stapje verder te gaan. Hè, er is een uitzicht op nieuwe stadionplannen. Het is de bedoeling om nog stabieler te worden richting het eredivisieschap. Nou, dat is nu al voor dit seizoen bijna, dat is al gewaarborgd. En om dat dan naar de toekomst toe nog stabieler te maken. Dus stapje voor stapje verder ontwikkelen. Heeft u nog bepaalde doelen voor ogen? Nou ja, goed, het doel is natuurlijk om de groep zo sterk mogelijk te houden en te maken in combinatie met de staf, met de organisatie. Goede spelers te halen waar iedereen voor naar het stadion komt.
De onderhandelingen tussen vakbonden en VND zijn gestopt. De bonden willen niet meer met de warenhuisketen om tafel, omdat VND vast blijft houden aan de loonskorting. Daardoor is onderhandeling niet meer mogelijk. Daar komt bij dat de warenhuisketen tegen de uitspraak van de rechter afgelopen maand in beroep is gegaan. Die verbood VND de loonskorting door te voeren. Het verkeersplein dat gisteren nog in grauw stond, verhuisde vandaag naar het Oldehoofdse Kerkhof in Leeuwarden. Hier kwamen verschillende basisscholen met leerlingen naartoe om de verkeerslessen in de praktijk toe te passen. En dat is volgens initiatiefnemer Veilig Verkeer Nederland hard nodig, want het aantal ongevallen moet terug. Ik denk dat je het nooit helemaal voor 100% veilig krijgt. Want je kunt dan de kinderen wel opvoeden om veilig te doen. Maar ook je omgeving, die moet ook meewerken. Dus we hebben natuurlijk wel heel veel te maken met alle mensen eromheen. En als je zelf het goede voorbeeld geeft, dan is het natuurlijk wel zo. Dan wordt het natuurlijk wel wat overgenomen. Maar ja, er zijn nu op dit moment ook weer toch wel weer een aantal mensen ook met alcohol op weer achter het stuur gekropen. En dan rijden ze dus iemand anders zijn kindje dood. En dat is natuurlijk heel, heel vreselijk. En daar kan geen verkeersplein tegenop? Nee, helaas niet. Niet alleen Veilig Verkeer Nederland staat er heel serieus in. Ook de kinderen zijn zich er duidelijk van bewust. Nou, het is alvast goed voor ons rijbewijs als je hem wil al hebben. Als je 16 of 18 bent. Dan kan je alvast goed leren voor als je de rijbewijs wil. En dit is ook handig om te leren voor op school. Dan leer je ook verkeer. Ik vind het wel grappig dat je, dan kunnen we meer gaan oefenen als je het echt gaat doen. Want als je op een blad gaat doen, dan weet je wel hoe het moet, maar je weet niet hoe het in het echt moet, in theorie. Die theorie brengen de kinderen vandaag op het plein in de praktijk. Al zit er volgens hen nog wel een verschil tussen het verkeersplein en de echte weg. Omdat anders kan het misgaan, want je weet wel hoe het moet, maar je weet niet hoe het in het echt moet. Jullie gaan toch nog lang niet rijden in een echte auto, of wel? Ja, maar dan wordt het wel makkelijker voor je verkeersexamen later. En je wil ook niet aangereden worden.